Hallo, mijn naam is Sarah Moorton en in deze aflevering ga ik het hebben over het belang van buitenspelen. Vrijwel iedere ouder wil zijn of haar kinderen een gelukkige jeugd bieden. Het gaat dan vooral om zaken als gevoelens van kinderen serieus nemen, persoonlijke aandacht. Dat is uiteraard ook heel belangrijk. Tegelijk wordt een essentieel onderdeel voor een gelukkige jeugd steeds minder ingezet. Dat is vrij spelen, in het bijzonder lichamelijk actief spel. Voor een gezonde en gelukkige jeugd is er natuurlijk nog meer nodig, zoals liefde, aandacht, gezond eten en goed slapen. Zeker die laatste twee worden trouwens positief beïnvloed als een kind genoeg speelt. Het zal dan eerder een gezonde eetlust hebben en een natuurlijk slaapritme. Bewegen helpt om in evenwicht te blijven, zowel motorisch als hormonaal. Gebrek aan bewegingsvrijheid is een van de grootste inbreuken op de kindertijd. Helaas blijken kinderen minder en minder buiten te spelen. Maar een klein deel speelt dagelijks buiten. Daar zijn verschillende redenen voor. 30% van de kinderen speelt zelfs nooit meer buiten. Of hooguit eens per week. Kinderen zullen wel meer buiten willen spelen en noemen dit ook een van de leukste invullingen van hun vrije tijd. Kinderen voelen zich sterk en gezond als ze buiten spelen en zijn blijer dan als ze binnen blijven. Spel en beweging zijn inherent aan de ontwikkeling van een kind. Op deze manier leren ze uit zichzelf vaardigheden en sluiten ze vriendschappen. Zelfs kinderen die een harde opvoeding krijgen, kunnen tijdens hun spelen onvoorwaardelijke vreugde en autonomie ervaren. Vandaar dat kinderen die in de jaren 50 opgroeiden, in zekere zin een gelukkigere jeugd hadden dan de kinderen van nu. Vrij spelen helpt om spanningen en ervaringen te verwerken. Het geeft zowel fysiek als mentaal veerkracht. Kinderen worden er zelfverzekerder en zelfredzamer door. In speeltuinen zie je vaak geen kind, ook als het weer het wel toelaat. Voor iets oudere kinderen is daar vaak weinig te beleven. Ze vinden die speelplaatsen saai. Kinderen moeten daarnaast steeds meer presteren. Huiswerk op de basisschool is niet ongewoon. Kinderen zitten meerdere dagen per week op bijvoorbeeld sportclubs, muziekles en andere sociale activiteiten. Nu is sporten op zich gezond, maar het kan ten koste gaan van vrije tijd. Je hoort steeds meer over kinderen die vastlopen op school, niet passen in het systeem. Er zouden steeds meer gevoelige nieuwe tijdskinderen zijn. Zelf heb ik wel een eenvoudigere verklaring. Kinderen hebben minder gelegenheid om te spelen, waardoor ze zich minder kunnen ontladen. Daardoor zijn ze vatbaarder voor angst, overspannenheid en zelfs depressie. Kinderen worden overgevoelig. Veel scholen spelen er een rol in dat kinderen minder buiten spelen door te veel beslag te leggen op de tijd van kinderen. En de kritiek op het systeem snijdt dan ook hout. Kinderen moeten stilzitten, mogen niet rennen in de gang, ze mogen niet stoeien, niet in bomen klimmen. Tegelijkertijd kunnen kinderen zich beter concentreren op school als ze in beweging zijn. Zelfs als schoolprestaties het doel zijn, is het contraproductief om het bewegen in te perken. Vrij spelen en natuurlijk liefde en aandacht zijn de belangrijkste remedie voor mentaal gezonde kinderen. Zelf hoefde ik afgezien van een toets of een dictee geen huiswerk te maken. Na school had ik nog uren vrije tijd. Gelukkig zijn er scholen die spelend leren ondersteunen, zoals democratische scholen, waar kinderen hun interesses kunnen volgen. Als ze iets zelf graag willen leren, blijkt het leerproces twee keer zo snel te gaan. Er bestaan zogeheten beweegscholen, waar de fysieke activiteit wordt ingezet bij de reguliere lessen. Bij het opdreunen van de tafels mogen kinderen bijvoorbeeld op en neer springen.
Helaas is er minder tolerantie naar kinderen toe. Ze mogen daadwerkelijk minder naar dan vroeger geen kattenkwaad meer uithalen. Waarom krijgen volwassenen het advies om vooral in beweging te komen en worden kinderen gesommeerd om stil te zitten, terwijl voor hen bewegen het allerbelangrijkste is? De auto speelt een kwalijke rol dat kinderen minder buiten spelen. Die heeft het kind van de straat verdreven. Voor elk wisselwasje pakken mensen de auto, waardoor het onveiliger is geworden om buiten te spelen. Ouders durven hun kinderen zo niet meer over straat te laten gaan. In sommige wijken spelen kinderen nog op straat. De auto is daar te gast en wordt geacht niet harder dan 15 km per uur te rijden, zoals in de buurt waar mijn vader woont. In zijn eigen jeugd kon hij nog urenlang ongestoord buiten spelen. Zijn ouders wisten vaak niet waar hij uithing. Kinderen mochten vroeger verder weg van huis gaan op eigen houtje. Peuters worden vaak te makkelijk in wagentjes gezet, volgens een Brits onderzoek wel 2 uur per dag. Zelfs als hun ouders ergens gaan zitten en oudere broertjes en zusjes kunnen spelen, worden zij in het wagentje gehouden. Als ze eruit willen, bijvoorbeeld eruit proberen te klimmen, worden ze soms zelfs fysiek afgestraft. Baby's spelen van nature al, zeker vanaf het moment dat ze gaan tijgeren en kruipen. Een grasveldje of zand en water en tuin en ze kunnen heerlijk in de weer zijn. Uiteraard moeten volwassenen wel op hen toezien. Water en zand, een stukje bos, een veldje, een schoolplein, een speeltuin met verschillende toestellen, er zijn verschillende mogelijkheden. Op Ecofestival zag ik een doorblik hoe het leven van kinderen eruit kan zien. Ouders en kinderen in harmonie met elkaar, baby's die gedragen werden, tegen de moeder of vader aan, peuters die rondstappen vol vertrouwen. Ze konden meedoen met allerlei activiteiten en mochten er helemaal bij horen. Kinderen die urenlang rennen, klimmen en de omgeving verkennen, met elkaar spelen. Kleuters die niet voortdurend de aandacht van hun ouders nodig hebben. De ouders zijn beschikbaar en tegelijkertijd lijken die kinderen minder begeleiding nodig te hebben. De kinderwereld en de wereld van volwassenen valt zo mooi samen. Je kinderen buiten laten spelen is een eenvoudige manier om hen een betere jeugd en ook een betere toekomst te geven. Het kost bijna niks. Zijn er in de buurt te weinig speelmogelijkheden of weten niet hoe je je kind kunt motiveren om naar buiten te gaan? Graag denk en kijk ik mee. Er zijn altijd mogelijkheden om meer speelsheid in het leven van je kinderen en jezelf te brengen. Dus neem gerust contact op. Daarnaast heb ik een boek geschreven, Wat je niet verteld is, over wat kinderen meemaken in de baarmoeder, in het gezin en in de maatschappij. Ook daarin ga ik in op het belang van spelen, welke mogelijkheden je kunt creëren en hoe dat van nature gaat. Nou, ik zie je hopelijk snel. Dag!